Uiteindelijk werd de wereld zo donker dat ik niet meer verder wilde leven. Ik werd een gevaar voor mezelf. Uiteindelijk ben ik zelfs 12 keer opgenomen geweest binnen de GGZ. Soms brachten mijn ouders mij naar de kliniek, maar soms werd ik opgehaald door de ambulance vanwege wegloopgevaar. Ik werd dan vastgebonden op een brancard. Ik heb zelf net een opname van 17 maanden op de gesloten crisisafdeling achter de rug. Normaal duurt zo'n crisisopname maar kort, maar ik zat hier zo lang omdat mijn suïcidegevaar altijd een groot probleem was. Maar eindelijk is er iets passend voor mij gevonden. Ik heb namelijk mijn allergrootste lichtpunt, Siva, heb ik in mijn armen mogen sluiten.